Bart, wij gaan even verder praten. Moet ik je wel aanzetten natuurlijk. Ja, ja, dank je. Het is voor mij ook de eerste keer dit. Vertel, wat doet jouw bedrijf? Laten we daar wat uitgebreid op ingaan. Klikproces. Wij doen vier dingen. Wij zijn bezig met SEO, met conversieoptimalisatie, met YouTube en met voice of voice search. Ja, ik snap inmiddels dat je voor video met YouTube bezig bent en niet met Facebook. Ja, precies. Dat werkt een stuk beter. En je klopt, een heel actief YouTube-kanaal waarin we zo'n beetje elke dag, op vandaag na waarschijnlijk, omdat ik hier zit, content produceren om mensen praktisch te helpen en te inspireren. Om, CRO en AB-testen, pas je dat dan ook toe op YouTube en Voice? Zijn jullie daar ook aan het experimenteren? Of hoe, moet het zien? Er is nu een redelijk nieuwe tool voor YouTube om te splittesten. Dus dat wil ik heel graag gaan doen, doe ik nog niet. Ja. Met Voice ben ik me niet van bewust dat dat ook kan, op wat voor manier dan ook. Want laten we eerlijk zijn, dat is zo nieuw. De meeste bedrijven zijn al lang blij als ze iets met Voice. Wij doen Voice, yes. Kunnen we dat weer aftikken. Ja, precies, zoiets. Dus dat is in een notendop wat we doen. En ik vind het heel leuk om te horen dat iedereen qua conversieoptimalisatie die we tot nu toe gesproken hebben, dus tegen dezelfde dingen aanlopen. Heel veel databases die niet met elkaar praten. Vanuit de organisatie dat ze iets als AB-testen graag willen doen of dat ze willekeurige testen draaien zonder dat er echt een structuur achter zit. Ja. Dus het is heel herkenbaar, dan weet ik in elk geval dat het niet aan ons ligt. Het is wel fijn als er een structuur achter zit. Als jullie dan bij klanten zitten, hoe proberen jullie daar structuur in te krijgen? Eigenlijk wat Lonneke net ook zei, dus we proberen altijd achteruit te redeneren. Dus wat is het einddoel? Is dat een bepaalde winst? Is dat een bepaalde producten pushen? Noem het maar op. En vanaf daar zo ver mogelijk terug redeneren als kan. Dus kan je bijvoorbeeld werken met een lifetime value van een klant? Nou, geweldig. Maar heel veel bedrijven kunnen dat gewoon nog niet. Nou, wat is dan het eerstvolgende beste wat je kan pakken? En dat betekent soms ook dat we opdrachten afstoten als een klant niet enige vorm van structuur wil aanbrengen, zeg maar. Ze dat niet willen. Ja. Ja, wil je ze dan als klant hebben? Dat is dan de vraag. Ja, wij kiezen voor niet, want op den duur wordt het altijd problematisch, hebben we gemerkt. Wordt het altijd huilen. Ja. Maar wat zijn typische kenmerken van bedrijven die dit goed kunnen? Die hier open voor staan, die hier... Nou, die in elk geval een centraal punt hebben waar alles wat ze leren of wat er getest is en wat de uitslagen daarvan zijn bijvoorbeeld, dat die ergens worden bewaard en dat er ook iets mee wordt gedaan. Ik voel een Effective Experiments promootje opkomen, maar ja. Ja, nou ja, dat weet ik niet eens. Maar dat is een heel belangrijk iets en los van of je dat nou in een Word of een Excel doet of waar je het ook doet, maar dat überhaupt gebeurt. Ja. Ja, en dat toch de top van het bedrijf meepoest. Oké. Ik zie inmiddels, Dennis had een vraag, maar die heeft hem erin getrokken. Dennis heeft hem ingetrokken, ja. Dennis, stel je vraag maar hoor. Mag wel, we bijten niet. Dennis live vanuit Bali. Ja, die zit op zijn strandstoel natuurlijk. Ja, precies. Die zit een van die boeken te lezen die heeft aangeboden. We hebben dus een promo vandaag. Cero.café/cadeau. Dan ga je naar de Convert website en ze bieden... Alleen vandaag bieden ze 11 Cero-boeken, conversieboeken aan. Dat zijn de 11... best verkochte optimalisatieboeken wereldwijd. Er zitten sowieso influence daartussen van Cialdini. Persuasion van Cialdini. Don't Make Me Think. Don't Make Me Think staat ertussen. Je kan hem bijna oplezen, toch? Daar. Nou ja, mijn ogen zijn zo slecht. Dat gaat hem niet worden. Nou ja, ogen zijn slecht. Het zijn ook wel hele kleine plaatjes. Weet je, ik kan het er gewoon even bij pakken natuurlijk. Dat is misschien... En Dennis is dus, begrijp ik, een van de sponsors daarvan. Ja, die is van Convert.com, een van de oprichters. En als je als oprichter bent, dan kun je gewoon naar Bali natuurlijk. Ja, precies. Hoe chill is dat? Ik hoop dat de originele vraag was van Dennis. Niet iedereen die had ingetrokken. Zou AI visuele content kunnen maken? Vind ik een interessante vraag. Ik heb wel eens experimenten gezien. Nou ja, sowieso, dat kan toch. Ik bedoel, de AI maakt toch al schilderijen en zo. En dat soort dingen. Ja, ik kan het zeggen. Ja. Ik heb wel eens experimenten gezien dat ze mensen moesten bepalen van welke muziek was van AI en van een componist en welke schilderijen. Ja. Je hebt natuurlijk ook dat bekende filmpje dat ze een neppe Barack Obama hebben gemaakt in een filmpje. Ja. Dat ze hem dingen lieten zeggen die hij natuurlijk nooit echt zou zeggen. Nou, ja. Dat is ook volledig geprogrammeerd, dus waarom niet? Ja, waarom niet? Ja. Waarom niet, Dennis?
oh kijk, Dennis zit op Bali en het hele team komt over. Hij is gewoon aan het preppen daarvoor. Hebben we een jaarlijks team uitje. Dat gaan verkennen. Potverdorie zeg. Dan ben ik wel jaloers. En wij zitten hier. Ja. Maar... ja. En het is best wel gezellig. Hallo Wouter. Allemaal en Michiel doet het weer. Eens kijken of Michiel tijd heeft. Michiel, de livestream doet het. Doe je mee? Ja. Michiel heeft net 3 kwartier zitten wachten voordat de livestream het deed. En toen moest hij weg. Maar Michiel komt alles goed straks terug. Misschien zo meteen. En anders zien we hem tijdens de lunch. Gaan we gewoon door. Een goed idee om alle sprekers die staan ingepland even oh, dat is wel een goeie. Michiel stond ingepland. Voor vanmorgen, die gaat dus verplaatsen. We hadden net Lonneke Spinhof. Zometeen om 11:30, over een kwartiertje, hebben we David Brinks, Gerben van Ouwendorp en David Beentjes van ClickValue. Dan hebben we om 11:15 hebben we Carl Gillis, Ton Wesseling en Hajir van Optimizely. En dan ik moet even kijken of we een break gaan doen. Jij wil sowieso lunchen natuurlijk. Op een gegeven moment wel iets eten, ja. Dat zou fijn zijn. Ja. Dan praten we met Wouter Wensing van ISM en Kevin Anderson van ING. Het slot daarna hebben we Shirley van Halem en Joren van Gilst. Daarna Jurien Schouten van Fonk en Stefan van Ballengooien. En we sluiten af met Rogier Peters. En sowieso, als je hier aanwezig bent als bezoeker, kun je ze gewoon zo aanschuiven. Is er een microfoon vrij? Praat gewoon mee. Martin, als je ergens kan praten, dan komt Martin langs. Dat is heel typisch is dat. Martin van Kranenburg, we kennen hem nog van een van onze allereerste podcasts. Kom binnen. Hoe gaat het in de mainzaal? Je bent dagvoorzitter vandaag. Ja, ik ben dagvoorzitter. Dus ik val net even binnen. Nee, maar superleuk, Guido. Ik wou net even zeggen dat ik je even flink gepromoot heb op dankjewel. Dankjewel. En heel veel mensen kenden CROKV wel. Aantal nog niet, dus als hippie jij. Goed, maar ja, ik had 14 weken geleden niet bedacht dat ik hier op e-mails live zou staan. Even voor jezelf complimenten, man. Je doet hartstikke goed. Dankjewel. Welke vraag heb je? Ik heb nu al een stelling. Oh, de stelling? Ja. Ik zeg misschien ook wel voor de lezer. Dat is eigenlijk, jongens, stop met AB-testen. Start met personaliseren. Maar dat is toch ook een soort van testen? Ja, maar weet je wat heel vaak is, jongens? Dan zitten, dat hoorde ik net ook alweer... als de data niet groot is, dan kan je het helemaal niet valideren. Dus ga gewoon eens een keer wat pragmatischer met de techniek om. Ga niet alles doodtesten omdat het kan. Gas erop. En ook een leuke, dat was wel leuk van Stefan vanochtend, mooi inzicht. Is gewoon, doe ze 2 testen minder. En ga in plaats van die 2 testen eens praten met je klanten. Ja. Dan ga ik nu weer door. Oké, Martin, spreek je straks alweer. Hè? Doei. Ja, ik spreek je zo. Is goed.